Welkom bij deze aflevering van Op Pad Met. Omroep ZVL volgde Nico Wiemen in haar voorbereidingen naar de Beauty Award. Wat beweegt je om dat te doen? Wat moet je daar allemaal voor doen? En natuurlijk, wat is de uitslag daarvan geworden? Wij volgden Nicole van voorbereidingen tot de woorduitreiking. Hendrien, ik heb jou de behandeling gegeven die de mystery guest ook heb gehad. Je hebt ervaren hoe het voelt. Deze behandeling heb ik zelf ontwikkeld met de boekholmassage en het zeewier. Mm-hmm. Zeewier heeft de ontspannende ervaring in jouw huid. Ik heb gedacht van welke apparatuur ga ik inzetten. En dat heeft te maken omdat ik op het anti-aging verhaal werk. Dit alles heeft mij tot een geheel gemaakt, waardoor ik dus ook weer door was. Mm-hmm. En de mystery guest mij de beauty brief kreeg, de bewuste brief, waar ik eigenlijk toch heb op zitten wachten. Mijn boek heb ik zelf geschreven na bijna 30 jaar ervaring. Dit is voor mij natuurlijk de mooiste woord die ik mee kan nemen naar Zeeland. En daar hoop ik echt dat ik die kan meenemen. En daar ben ik ook voor genomineerd, voor de regio West en mijn categorie schoonheidsspecialist van het jaar. Krijgen wij jouw boek ook nog te zien? Je krijgt mijn boek te zien. Alle tips van 30 jaar ervaring ga ik ook meegeven. Dat mensen zeggen van, goh, moet ik dit nu met make-up doen? Of wat heb jij voor de huid? Of ik loop hier tegenaan. Wat kan ik daarin zetten? Ze kunnen mij ook vragen stellen en die kan ik meenemen. Nicole, wij zitten hier in een hotel in Breukelen. Waar zit jij hier voor? Ik zit hier, Hendrine, voor de Beauty Award. De Beauty Award is een prestigieuze overwinning. Een award die je kan winnen om te laten zien een vakprijs waar jij voor staat. Jij hebt nu de competitie een beetje gezien. Ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Hoe schat jij je kansen in? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik denk, als ik geen winnaar zou worden, dan blijf ik nog precies Nicole hoe ik nu ben. Ik weet zeker dat ik als een goede ambassadeur mijn vak zal uitstralen. Dat heb ik ook bewezen in 2022. Dat hebben jullie ook kunnen volgen toen ik genomineerd werd voor mijn categorie. En dat zou ik nu weer precies hetzelfde doen. Laat zien wat het vak inhoudt, zodat iedereen geprikkeld wordt van, goh, dat is een mooi beroep. Daar krijgen we weer opvolging van. Ik zit niet stil. Wat de beautybranche inhoudt. En dan vind ik dat je een ambassadeur bent. Dat je weet over wat je praat. Dat je terugkijkt. Wat heb ik gedaan? Hoe is ons vak veranderd? Want toen ik daar bijna 30 jaar geleden van school kwam, dan had je een potje en een pannetje. En daar was het. En de maskerkwast. Maar nu zit er heel veel meer. Er komt heel veel meer om de hoek kijken. En dat vind ik alleen maar goed. Daar sta ik echt achter. Nou, mijn keuze is dus eigenlijk gespecialiseerd zijn in het anti-aging verhaal. Dus ik wil dus eigenlijk zo goed mogelijk en zo lang mogelijk goed eruit blijven zien. En dat bied ik mijn klant ook aan. Ik ben dus niet de persoon, dat is dan mooi meegenomen, de ontspanning. Maar van eventjes, ik ga even lekker liggen en dankjewel en tot ziens. Daar heb ik genoeg collega's voor. En ik zie ook altijd in vergelijking met de kennis wat ik in huis heb. Nou, dat mag je dan ook gaan uitstralen. Hoe moet ik het buitenland zien ten opzichte van de technieken die we in Nederland hebben? Lopen ze achter, lopen ze voor? Nou, dat ligt eraan. Waar je strandt, kom je in Afrika, dan kom je heel spannende dingen tegen. Alles bij elkaar gehutseld, krijg je zo'n mooi cocktail. En ja, dat heeft mij gemaakt waar ik nu zit. En dat heeft mij misschien nu ook gemaakt waarom ik genomineerd ben. En ook weer in 2024. Kennis is macht. En kennis moet je blijven bijscholen. En daar staat geen leeftijd op. Na de nominatie van 2022 heb ik hele mooie dingen mogen ervaren. Ik heb onder andere mijn tv-programma voor RTV Scheldemond mogen presenteren en bijzondere netwerken. En ik snuif ook graag mee in het buitenland om op mijn niveau te blijven en te leren en te zoeken en te proeven. Je wordt natuurlijk niet zomaar genomineerd voor een Beauty Award. Voordat jij je nominatie op zak hebt, zul je eerst heel veel informatie aan moeten leveren over jou en jouw bedrijf en hoe jij functioneert. Daarna krijg je een aantal trainingen en zul je jezelf moeten verdedigen voor een vakjury. Dit zelfs 2 keer. En dan is het de dag van de uitreiking. Een spannende dag.
Wat is namelijk de uitslag en kan de award mee naar huis, mee naar Zeeland en naar Sluis? Nicole heeft voor de gelegenheid een limousine gehuurd om in stijl aan te komen bij deze Beauty Award. Voordat ze vertrekt uit Sluis, rijdt ze eerst nog even een rondje langs haar sponsors om hen nog een keer te bedanken. De Beauty Award wordt uitgereikt op een locatie in Nieuwegein. En daar worden we ontvangen met een rode loper, fotografen, mooie mensen, een galadiner, hapjes, drankjes en nog veel meer. Maar de grote vraag is, heeft Nicole de award gewonnen? De awardceremonie om de oren Freedom of Heaven op 8 vakprijzen te verdelen onder 24 genomineerden. Na een bijna 30 jaar ervaring in dit mooie vak zou de Beauty Award een bekroning op mijn werk zijn. Mijn doorzetting, hoe ik ooit ben begonnen vanuit mijn rolstoel, heb ik laten zien dat ik een professional ben. Helaas heb ik hem niet meegenomen, maar ik blijf en ik ben toch bij de beste drie van Nederland. En dat voel ik al 8 maanden lang. Maar die ene trofee past niet in mijn limousine, maar ik ben niet teleurgesteld daarom. Ik weet waar ik waar ben en waar ik sta. En ik weet dat ik als ambassadeur voor de Beauty Award het naar een hoger level zou brengen. Dus wat nog meer? Welke volgende stappen ga je nu nemen? Nou, ik heb me ingeschreven voor de Innovatieprijs van Zeeland en voor de Zakenvrouw van het Jaar. Daar word ik 6 maanden door getraind, gecoacht en daar ga ik voor. Dus van mij ben jullie nog niet af hoor. Dat is fantastisch om te horen. Dus Nicole gaat gewoon door naar vandaag. Ik ga gewoon door. En het is gewoon, ik weet waar ik kan, waar ik bezit en waar ik wil uitdragen. En dat is mijn visie. Nooit met de pakken neerzitten. Denken van, ik heb het niet gehaald of ik heb dat beeldje niet gehaald. Ik weet, hier zit het. En dat is Nicole.